Hallo kidoki, lieve kijkbuiskinderen. Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Waarschijnlijk weer eentje tussendoor die helemaal niet op de planning stond. Ik ga dit ding even weg. Dat zit alle ingrediënten zo. Die leg ik wel even hier neer. Dat kan ik dadelijk nog nodig hebben. Anyway, ik ben weer afgeleid. Want ik heb de unboxing van de adventskalender van Balea. Ze zijn er weer. Ik heb deze in Duitsland besteld en naar een filiaal over de grens net laten verschepen, verplaatsen, weet ik veel wat. En zodoende heb ik deze kalender nu al kunnen bemachtigen. Hij is nog niet in de winkels te koop. Kijk voor alle informatie even. Hij is uiteraard bij de DM te koop, want Balea is het eigen merk van de DM. Voor 15 euro. Nou, dat is spotgoedkoop, want er zitten dus 24 kleine minis in. Balea is goedkoop en ook gewoon een ontzettend leuk merk. Hij is vrij fors. Dat was hij de voorgaande jaar ook. Ik heb ik heb volgens mij ieder jaar nog een box dat mijn kanaal bestaat. Volgens mij nou 4 jaar op een rij al. En ieder jaar bevalt hij heel erg goed. Dus ik ga er ook vanuit dat dat dit jaar niet anders zou zijn. Magic is in de jaar. Staat erop. In de jaar. Laten we gauw gaan beginnen. Mocht je van unboxings houden van adventskalenders, vergeet je dan niet te abonneren. Te abonneren op mijn kanaal, want ik doe ieder jaar heel veel adventskalenders van unboxen. En ik vind het ook hartstikke leuk, gewoon ik hou daarvan. Laten we gaan beginnen. We gaan beginnen bij vakje 1. Deze is wel een pak groter dan ik net eentje had. Ik doe altijd de eerste paar vakjes live openmaken, zeg maar, met je. En daarna dan is me dat te vermoeiend. En dan hou ik daarmee op. Wat valt er hier uit? Een body lotion met vanille en nelkenlatte doeft. Wat is nou weer nelkenlatte? Mocht je het weten, mijn Duits is echt heel crap. Zet het dan even in de comments, alsjeblieft. Het weerspiegelt een beetje, want ik heb de softbox aan. Want het is 7:15 avonds. En ik heb dit vandaag allemaal nog gehaald. Vandaar dat ik ook iedere keer in dezelfde entourage ben. Maar ik wil dat per se opnemen. Het ruikt heel... heel winters. Ik ruik er ook... ja, kaneel. Nee, ik weet niet iets. Ja, maar het is een heel lekker geurtje. Echt heel lekker. Oh ja, winters. Warm. De vanille ruik ik er ook goed in. Dus dat is al leuk. En deze ga ik lekker in de badkamer zetten om te gebruiken. Ik ga trouwens alle dingen die ik niet zelf gehouden in een tas, weggeeftas doen. Om aan een blijf van mijn lijfhuis te geven. Ik doe eigenlijk ieder jaar een winactie. Maar dit jaar heb ik zoiets van. Er zijn mensen die het heel goed kunnen gebruiken. Nummertje 2. Dat is een rood vakje in het midden. Oh, die is weggezakt. Waar ben je? Een voetenbad. Tap. Ik hou van voetenbadjes. Meer in de zomer dan in de winter. Omdat dan mijn voeten wel, ja, hè, die doe ik dan in sandalen en zo. Dat doen de meeste mensen in de zomer. Hoe ruik je? Met vanille geur. Ja, dan ruik ik wel door het zakje heen. Ik ben niet helemaal kapot van vanille, maar ik vind het ook niet vies. Snap je? Nummertje 3. Waar zit jij? Joehoe. Nummer 3. Kom bij mama. Ik zie het niet, want hij zit ervoor. Ik hoop dat jullie het wel hebben gezien. Oh, dat is een mini lippenbalsem met butterkeksdoeft. Ik denk gewoon bitterkoekjes of... van die kerstkoekjes. Ik weet het niet. Dit is dus zo'n product dat ik in de weggeeftas ga doen. Want daar kom ik in om in lipproducten. Nummer 4. Ik vind hem echt veel te groot om iedere keer overeind te houden. Ik ga hem even uitpakken en aan je laten zien. Winter shampoo. Het is nou een beetje gek om allemaal winterdingen te unboxen. Want het is nou echt een hele lekkere nazomer. Zou dat dan dezelfde geur zijn? Voor wintergestrest haar. En best wel sterk geurtje. Je kan even niet zo heel goed plaatsen waarna dat hij ruikt. Maar ik ga hem weggeven, want ik heb genoeg shampoo in de weggeeftas. Nummer 5. 5 december. Ik ben echt Sinterklaasvriend. Vandaag was het leuk. Heel leuk feest. Een douchecreme. Oh, er staan ook allerlei leuke tekstjes in. Oh, en bij deze staat... one kind word can change someone's entire day. Nou, dat is leuk. Er zou ik echt wel zijn, echt wel een paar mensen die ik daarin zou willen taggen en zou willen zeggen: onthoud deze zin eens. Mensen in mijn omgeving. Een crème douche zit er in nummer 5.
met lepkoeken. Oh, dat zijn van die Duitse kerstkoekjes, zeg maar, die mannetjes. Ja, een typisch winters luchtje. Ik heb, deze zat er vorig jaar of twee jaar geleden ook in. Alleen dan in een andere verpakking. Maar ja, die vond ik heel lekker om te gebruiken. Nummer 6 is een wat groter vierkante bakje. Wat is dat dan? Oh, een doekmaskertje. Dat komt altijd van pas, want ik ben dol op doekmaskertjes. En ik weet dat Alana, hi Alana, hier ook dol op is, op doekmaskertjes. Oh, het is zo'n beren dingetje. Zo'n beer is het toch? Een ijsbeer? Nee, het is geen... Ja, het vrouwtje, het is natuurlijk een rendier. Doe niet zo gek met je ijsbeer. Ja, leuk. En nummer 7. Een heel klein, schattig vierkant vakje. Oh, die zit er ook ieder jaar in. En die heb ik dus ook nog heel veel. Maar die neem ik heel vaak mee op vakantie. Een winter Q10. Dus dat is wel anders dan vorig jaar. Want vorig jaar was het een gewone Q10. En nou een winter Q10. Maar ik heb genoeg nachtcremes. En ook kleine en grote potjes. Dus die gaat in mijn weggeeftas. Nummer 8. Ik had bijna een mug naar de andere wereld geholpen. Maar ik ga er daar nog achteraan, want ik heb een hekel aan muggen. Wie niet, trouwens. Nummer 8. Oh, dat vind ik wel leuk. Een vaste body butter. Dit is helemaal een hype. De vaste dingen. Vaste shampoo, vaste conditioner, vaste weet ik veel wat. Kontcreme. Nee, is onzin. Maar dat is helemaal hip. En ja, ik ben hier ook wel benieuwd. Wil ik ook wel een reviewtje maken voor op Instagram. Voor op Instagram. Nummer 9. Tot nu toe hele leuke dingen erin. Zeker als je een beauty gek bent. Zoals ik. En het ook leuk vind om dingen te proberen. Nummer 9. Ja, deze vind ik ook altijd fijn. Een 2-in-1 wasgel en augen make-up entferner. Deze gaat ook altijd in mijn toilettas. En dat vind ik dan heel erg fijn. Om lekker mee mijn make-up eraf te halen op vakantie. Erop te halen, wou ik zeggen. Eraf te halen op vakantie. Nummer 10. Dat is weer een langwerpig vakje. Een winterspoeling. Maar dat is dan een kleinere tube. Kan iemand mij vertellen waarom merken dat doen? Een kleinere conditioner. Ja, ik snap het wel. Omdat je natuurlijk de meeste mensen hun conditioner... alleen de punten doen. Maar ik doe dat over mijn hele haar en hoofdhuid. En ik vind het dat gewoon fijn. Ik heb meer conditioner nodig dan shampoo. Dus. Maar ja, goed. Anyway. Ik ga hem weggeven. Want ik heb ook meer dan genoeg conditioners. Nummer 11. Wat zit net op een dennenappel. Dennenappel. Dus waarom lazert deze nou weer eruit? Nou, onder nummer 16 valt die eruit. We hebben... Nog niks gezien, hè? Sst, niet verklappen als je het wel gezien hebt. Nummer 11. Een voetenboter. Ik vind voetenboter altijd best wel een nutteloos iets. Omdat ik dat gewoon met... hoe heet dat? Met gewoon de bodycream doe. Maar als ik hem heb, gebruik ik hem. En dan maak ik hem ook altijd met plezier op. En zeker... Nou, dat het weer wel lekker weer is. Als ik toch wel sandalen wil dragen, vind ik het wel fijn om ook een beetje gevoede voeten te hebben. Gewoon die niet droog zijn. 12. Nummer 12 is een douchezout peeling. Dus een douchezout klinkt heel raar. Maar als je erop schrijft peeling, dan snap ik het een beetje beter. Dit is dus gewoon een douchecrub. Om lekker in de douche te gebruiken. Met natuurlijke zeezouten. Kan ik jou ook ruiken? Heb jij zo'n spiekgaatje, zo'n snuifgaatje? Nee. En ik ruik er ook niks doorheen. Maar een scrub is altijd welkom. Altijd makkelijk. Nummer 14 is een langwerpiger vakje. Dat is weer een douchecreme. Met... braadappel. Oh, dat is zo'n appel op een stokje, of niet? En oranjebloeddoeft. Ik hou van oranjebloeddoeft. Oh, ruikt wel heel sterk. Ook wel heel winters. Maar aangezien ik nog heel veel douchegel heb, of minder dan ik ooit had, maar nog steeds te veel, ga ik deze in de winter of in de weggeeftas doen.
Dan denk ik, die mensen kunnen dat beter gebruiken dan ik. Nummer 15. Een of andere spray. Oh nee, ja, handreinigingsspray. Wel een spray. Dus het is gewoon zo'n handsanitizer. Dat ze toch een beetje inspelen op de coronacrisis. Waarvan ik hoop dat we er in december geen last meer van hebben. Dus ik hoop dat dit niet de rode verzoek is. Nee, dat is onzin. Maar, even kijken. Oh, het is ook echt een spray, ja. Niet per definitie een heel lekker geurtje of zo, maar ook niet vies. Ik kan het niet helemaal definiëren, het geurtje. Nee, ik kan het niet helemaal plaatsen, maar het is geen vies geurtje of zo, hoor. Nummer 16. Dat is een liggend vakje. Dat was diegene die er straks uitlazerde. Ogenplegencreme, dus oogverzorgingscreme. Leuk dat het erbij zit, maar ik gebruik ook nooit oogcreme. En als ik hem gebruik, heb ik er al eentje. Dus deze gaat ook in de weggeeftas. Omdat ik best wel wat in de weggeeftas doe, wil niet zeggen dat ik het niet leuk vind. Ik geef alles zit er. Wil niet zeggen dat ik het niet leuk vind, maar ik heb gewoon heel veel spullen. En ik kan er gewoon andere mensen blijer mee maken dan dat ik het gebruik, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Dus zodoende dat er best wel wat in de weggeeftas gaat. Nummer 17. Wat als dat? Oh, dat is ook daar zit er ook altijd in, zeg, dit soort dingen. Een douchehandschoen, zo'n scrubhandschoen. Ja. Heb ik ook veel te veel, dus die gaat ook in de weggeeftas. Nummer 18. Oh, dat is leuk. Een voor de haarpunten. Zo'n vloeistof om de haarpunten mee in te smeren, zou ik maar zeggen. Dat het niet dood wordt. Of niet dood, dat kun je nooit helemaal voorkomen. Maar in ieder geval wat gevoederder uitziet. Voor wintergestrest haar. Een heel zoet luchtje. Nummer 19. Een aroma douche. Dat is weer een upgrade van een gewone douchegel. Een heel bijzondere douchegel, denk ik. Met originele kerstmust licht geur. Volgens mij staat dat er echt orientalisch, original of hoe noem je dat? Dat is niet de letterlijke vertaling. Weihnacht, kerst, lichem. Dat is lichtjes toch? Of weet ik veel wat lichem is. Lichem. Oh, dat ruikt lekker. Oh, dat ruikt naar kerstbomen. Oh, ja, dat vind ik leuk. Die ga ik lekker gebruiken. Misschien vanavond al, ondanks dat het zomer is. 20. Even jullie aankijken als ik zeg 20. Een gezichtsmasker. Er zitten ook wel echt wel andere dingen in dan vorig jaar. Dat vind ik wel heel leuk, dat het niet allemaal hetzelfde is. 20. Ja, leuk. Een gezichtsmasker. Ik heb 6 keer 20 gezegd. Maar het is een gezichtsmasker en dan ben ik ook even benieuwd naar de ingrediënten. Klei zit erin, een olie, een voedende alcohol, nog een vinifera seed oil. Dat is in ieder geval zaadolie, maar ik weet niet precies wat. Vitamine E zit er ook in, zo'n gum weer om het huid ook wat zachter te maken. Dus deze is ook qua ingrediënten eigenlijk nog wel heel erg fijn. Leuke dingen zitten erin, jongens. En er 21, nog maar 4 vakjes. Maar ja, dan zijn we ook wel goed gewend. Een schuimbad, dat zat er vorig jaar ook in. En dat vond ik toen ook al heel erg leuk. Lavendelgeur. Dat is dan weer jammer. Ja, ook echt lavendel. Dus die ga ik weggeven. Als je me volgt, weet je dat ik absoluut niet van lavendel houd. En mensen daar misschien wel. Dus dan zijn daar mooi. Maar goed, dat niet alle smaken hetzelfde zijn. Toch? Nummer 22. Oh, die zit er ook ieder jaar in. Maar die gebruik ik ook ieder jaar met heel veel liefde. Hand- en nagelbalsem. En die vind ik altijd wel heel erg fijn. Ik merk nooit dat echt mijn nagels er echt sterker van worden of zo. Maar ik merk wel dat mijn handen hier heel goed gevoed van worden. Dus dan is het dikke top, toch? Nummer 23. En dan wachten daar ik op de grote klapper van 24. Maar ik heb al 4 jaar op een rij dat ik met die grote klapper denk. Wat de fuck is dit? Wat is dit voor een nutteloos iets? Het is een keer een handdoekje geweest. Het is een keer zo'n handwarmer geweest.
Het is... een haarmasker. Die zaten er vorig jaar en het jaar daarvoor veel meer in van dit soort zakjes. Een haarmasker zat erin. Een shampoo. Er zat van alles in. Een scrub. En dit is het enige zakje wat er nou in zit. Een haarmasker met de geur van zoete bessen. En zo ziet hij eruit. De laatste. En hopelijk is last but not least hier van toepassing. Nee, dat is weer een suffe handwarmer. Die hadden we 2 jaar geleden ook. Ik denk dat ik dit gewoon weg doe, want dit gebruik ik niet. Weet je, op mijn werk zou het van pas komen. Dat als mensen bloedsuiker moeten prikken of zo, die hebben dan koude handen, dat je dat dan kunt gebruiken. Maar ik denk dat ik deze ook gewoon weg ga gooien. Ik bedoel, waarom? Ja, ik denk dat niemand er iets aan heeft, toch? Jammer, maar goed. Overal vind ik het een hele leuke adventskalender. Eigenlijk zoals ieder jaar van Balea. Voor 15 euro krijg je dit allemaal. Nou, echt superleuk. Ik vind het superleuk om te unboxen. Jeuk aan mijn oor. Er zitten wat bijzondere dingetjes in. Ik vind dit heel bijzonder. Die vaste body butter vind ik heel leuk. Die aroma douche. Waar heb ik hem? Die echt naar dennengeur ruikt heel erg lekker. Die vaste of voetentaps vind ik leuk. Zo'n douchepeeling vind ik leuk. Ik vind eigenlijk heel veel dingen leuk. Er zitten altijd wel wat dingetjes in die niet helemaal aan jou besteed zijn. Maar ja, zo'n kalender moet voor iedereen geschikt zijn. Dus er zitten altijd verschillende dingen in. Dit was mijn video. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. Als je van unboxings houdt van adventskalenders, vergeet je dan niet te abonneren. Of sowieso van mij houdt. Of gewoon van lekker YouTube kijken houdt of van make-up houdt. Vergeet je dan niet te abonneren. Heel erg bedankt voor het kijken en heel erg tot de volgende video. Doei!